Al 60 jaar worden ze getest, de vloedschotten in de Dordtse binnenstad. Met die vloedschotten wordt het water zoveel mogelijk uit de stad gehouden. En op deze laatste woensdag van september, net voordat het stormseizoen begint, was het weer zover. Ik ben weer toekomstbestendig, toch? Ja. Ik hoorde u zeggen, ik vraag me toch af of het daadwerkelijk ook wel werkt. Vanwaar die vraag? Nou, dat er geen lekgaatjes in zitten. Het is nogal wat als het hier helemaal vol water staat en je moet dat tegenhouden. Het is een kwestie van vertrouwen. Ja. Maar mijn winkel, ik ben dan al heel verdrietig, want mijn winkel staat gewoon onder water dan. Ja. U bent weer bestemd tegen het water, denkt u? Nou, als het heel hoog komt, denk ik het niet. Nee. En die testen die zijn toch jaarlijks? Heeft u daar een beetje vertrouwen in, in die schotten? Ja, daar heb ik vertrouwen in. Ja, zeker. De panden op de Voorstraat moeten het water vanuit bijvoorbeeld de Oude Maas en de Wijnhaven door middel van die vloedschotten tegenhouden. Ook in de Boomstraat staat er eentje. Volgens mij zijn we al 60 jaar, de gemeente Dordrecht en het waterschap Hollandse Delta, bezig om die test jaarlijks te doen. En ja, het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Enerzijds hebben ze misschien nog een keer nodig. Je weet het nooit. Hè? Dus we moeten ons echt voorbereiden op een keer die extreme hoogwaterstand. Tweede vind ik ook hartstikke belangrijk. Het voedt wel ons bewustzijn. We moeten ons blijven realiseren in welk gebied we wonen. Hoe mooi dat is, maar ook welke gevaren er van het water kunnen komen. Dus ook voor de bewustwording van ons allemaal, inwoners, overheden, is het een hele belangrijke jaarlijkse test. De Dijkgraaf vertelt ook dat het weer in verband met de klimaatverandering steeds moeilijker te voorspellen wordt. En dat de buien ook in dit gebied heftiger van aard zullen zijn. Goed om te weten dus wat je moet doen bij hoogwater. Nee, dat weet ik niet. Niks, denk ik. Gewoon leidzaam toezien. Ik denk dat Dordrecht weet dat dan die schotten neergezet moeten worden. Die weten dat, denk ik, een maand van tevoren dat het hoogwater wordt, toch? Nee, eerlijk gezegd niet. Misschien toch eens tijd om daar eens in te duiken? Ja, waarschijnlijk. Kan ik daar een schrijven over krijgen? Lees ik het graag. Die informatie kun je vinden op de website van de gemeente. Daarnaast geeft de Dijkgraaf ook nog een aantal tips. Ik denk belangrijk dat je toch eens nadenkt over, stel nu dat ik een week in huis moet blijven en minder makkelijk naar buiten kan om naar de supermarkt te gaan. Dus het bekende noodpakket. En leg het dan niet in de kelder, maar leg het op zolder. Zodat je gewoon een aantal dagen verder kunt. En ik denk dat het ook goed is om een keertje als buren met elkaar erover te praten. Want ik denk dat je uiteindelijk nog meer aan je buurman hebt. De overheden doen natuurlijk ook hun best. Maar het gaat ook over de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid. En eigenlijk heeft de Sint-Elisabeth-vloed in 1421 ons dat al geleerd. Als je goed kijkt naar alle mooie historische afbeeldingen van die Sint-Elisabeth-vloed, dan zie je hoe mooi mensen elkaar hielpen. En dat is helemaal niet verkeerd om daar gewoon een gesprek over te voeren. Wat doen wij? Als het water komt, ben ik er dan ook voor jou.